Het zijn inmiddels bekende taferelen in onder meer de Verenigde Staten, Azië en Duitsland. Tribunes vol met gameliefhebbers en honderdduizenden fans van over de hele wereld die meekijken. Met prijzenpotten van 30 miljoen euro. En nu lijkt ook Alfa aan de Rijn mee te gaan doen. Nou, de eSports Game Arena wordt eigenlijk een locatie waar competities en toernooien worden gehouden van verschillende games. Hier gaan teams en spelers er tegen elkaar opnemen om grote prijzen. En dit wordt helemaal als een soort van sport gezien tegenwoordig. This life's never uneventful. Met de komst van de eSports Game Arena is het de bedoeling dat de top van de gamewereld naar Alfa aan de Rijn komt. En dat zijn bepaald geen dikke nerds die alleen maar chips eten, zoals Thomas het zelf zegt. Ze zijn vergelijkbaar met topsporters. Je ziet echt dat gamers vaak best wel atletisch zijn, veel sporten ook. Zeker de professionals, die echt geld ermee verdienen, zeg maar. Ja, die jongens zitten echt op voedingsadviezen, hebben beweging elke dag. Bijzonder aan het initiatief is dat de gemeente Alfa aan de Rijn meebetaalt door eenmalig een subsidie van 100.000 euro te investeren. Om dat voor elkaar te krijgen riep Thomas de hulp in van een financieel adviseur. Mijn rol is geweest om met de gemeente het overleg en financiering los te krijgen. Dat is gelukt, groot succes. En nu ben ik bezig met partners contact te onderhouden om partnerships op te zetten. Next game. Waar de eSports Game Arena in Alfa moet komen is nog niet duidelijk. Maar dat Alfa dé hoofdstad van Game in Nederland wordt, dat staat volgens Thomas en Marcel wel vast. Als aan mij ligt, absoluut, ja, zeker. Alfa aan de Rijn wordt de eSports Gaming hoofdstad van Nederland, ja, zeker.